Te veel erwten, te veel stekkers. Ah, daar ben je, Dolly. Goed, kadetten. Als we kijken naar het telemetriebord, kunnen we zien dat Ellen helemaal veilig is, want ze heeft nog voldoende perslucht in haar tank. Wauw! Dus, ook al sta je hier maar een beetje te staan en je doet helemaal niks, oom Sam, dan heb je toch een belangrijke rol in het team? Nou, Jaap, ik zou niet willen zeggen dat ik helemaal niks doe. Kijk, daar komt Ellen al aan. Dat zag er heel spannend uit, hoor. Ha, dat is het ook, Mandy. Goed, kadetten, nu mogen jullie. En bij de eerste oefening, Mandy, jij bedient het telemetriebord. Hoera! Ik heb lekker dat saaie ding niet. Norbert. Goed, kom op, jongens. We gaan jullie brandweeruitrusting aantrekken. Maar ik wil ook van die spannende dingen doen. Zoals Ellen. Oh, nee toch, Klaas. Volgens mij zijn al deze erwten al aan het ontdooien. We moeten snel zijn, Diewertje. Twee tegelijk. Oh, Klaas. Jij weet wel hoe je een vriezer vol moet laden, of niet? Nee! Laat die maar even liggen, Diewertje. We moeten de rest van de zakken snel in de vriezer leggen. Voorzichtig, Klaas! Zo, goed. Och, Diewertje, volgens mij hebben we nog een vriezer nodig. Deze is bijna vol. Geen zorgen, Klaas. Ik heb er nog een paar achter staan die het ook doen. Terug in de wip. Kijk, Klaas, hier moeten straks alle stekkers in. Zeg, Klaas, waar ben je? Hier, Diewertje. Nou, blijf daar niet liggen. We moeten deze vriezers volstoppen. Alles aangesloten en klaar om te gaan. Zitten er boterhammen in deze rugzakken, Ellen? Nee, Norbert. Er zitten alleen wat zandzakken in. Zodat jullie weten hoe het gewicht van een tank vol met lucht op je rug voelt. Goed. Als we een brandend gebouw binnengaan, geven we de persoon met het telemetriebord onze tag. Zo kunnen ze altijd zien hoeveel lucht je over hebt. Brandweerkadet Norbert, tank op 100%. Oh, brandweerkadet Norbert! Hoorde je dat, Mandy? Dit is echt geweldig! Brandweerkadet Jaap, tank op 100%. Brandweerkadet Sarah, tank op 100%. Goed, ga Dolly zoeken! Oh, niet te geloven. We mogen in de brandweer training storen. Joehoe! Ja, hoera! Ik heb Dolly al gevonden. We gaan werkelijk echt iemand redden vandaag. Oh, ik mag vandaag niemand redden. Ik sta hier echt compleet niets te doen. Precies zoals Jaap zei. Het is net alsof we echte brandweermensen zijn. Dit is zo oneerlijk. Ik ga naar binnen. Wacht, maar... Hè, Mandy? Wat doe jij nou weer hier? Ik wil ook belangrijke dingen doen, zoals jullie. Kom maar. Ik draag ook wel een voet van Dolly. Maar ik heb hem al vast. Hou op, jongens. Want het is de bedoeling dat we dit doen als een team. Oh, Mandy. Jij hebt de voet van Dolly eraf getrokken. Oh, Dolly heeft al 5 jaar onze oefeningen overleefd. En 1 middagje met de kadetten en haar voet ligt eraf.
Goed dan, Klaas. Zuig jij die ert even op, dan leg ik de zakken in de vriezer. Oh, wat is dat? Oh, nee! Klaas, kijk uit! Ah! Oh, Iwertje, ik denk dat je de brandweer moet bellen. De Pik en Co supermarkt staat in brand. En Klaas, mijn held, zit nog binnen met kilo's en kilo's bevroren erten. Ik heb de voet van Dolly gered. De Pik en Co supermarkt staat in brand. En Klaas, mijn held, de held van Iwertje, zit nog binnen met kilo's en kilo's bevroren erten. Kadetten, we volgen ze in de kleine bus. Dan kunnen jullie zien hoe het team in actie komt. Yeah! Yeah! Kom op! Ja, mee! Dan pak ik de brand aan. Ik ga Klaas zoeken. Oké, Jenny, je kunt. Ik kan Klaas niet vinden. Door die dikke rook zie ik niks. Sam, ga Elvis helpen terwijl Jenny de brand blijft blussen. Ga ik doen, Ellen. Klaas! Klaas! Klaas, kun je ons horen? Sam, ga boven kijken in de kamer van Norbert. Ik zag iets bewegen. Begrepen, Ellen. Hoe staat het ervoor met mijn tank? Niks aan de hand, Sam. Je tank zit op 68%. Dus doe maar voorzichtig en rustig aan. Gevonden, Ellen. Klaas, laag blijven en kom naar me toe. Oké, Sam. Goed, nu kunnen we naar buiten. Brandmeester allemaal. Zo te zien was een overbelaste stekkerdoos de oorzaak van deze brand, Iwertje. Je mag nooit te veel stekkers in een verlengsnoer steken. Het spijt me, brandweervrouw Jenny. Ik had gewoon veel te veel erwten en niet genoeg vriezers om ze in te leggen. Tja, dan kun je ze beter maar snel verkopen. Oh, kijk, dat klinkt goed. Het spijt me dat ik de oefening verpest heb, Ellen. Ik dacht dat de telemetrieboord een saaie taak was. Nou, we gaan zo terug om nog een oefening te doen, Mandy. Als je wil, mag je dit keer de trainingstoren wel in. Nee, zet mij maar op de telemetrie. Nu heb ik gezien dat dat heel belangrijk is. En eigenlijk heel spannend. Dan kan ik Dolly haar voet teruggeven. Bevroren erwten, lichte rookschade. 2 voor de prijs van 1. Haal ze bij de Pik & Co supermarkt. Nu, zolang de voorraad strekt. Snel, snel, snel! Pioniersfeestje. Vandaag is het 50-jarig jubileum van de Piekepolder Pioniers. Dus, als onderdeel van de feestelijkheden, is het een verrassing wie jullie leider is voor vandaag. Is het Gerrit? Nee hoor, Mandy. Maar waarom verstopt hij zich dan achter dat bosje? Ik kan zijn billen zien. Oh, kunnen we niet even doen alsof we Gerrit niet hebben gezien? Dan kan ik mijn grote aankondiging doen. Oké. Oké, allemaal. Geef maar een groot applaus voor de allereerste leider van de Piekepolderpioniers. De grote verrassing, Gerrit. Hallo, pioniers. Oh. Hebben jullie zin in een groot avontuur? Yeah! Ja!
Kijk, dat is mooi. Want als onderdeel van de feestelijkheden maak ik samen met jullie een wandeling naar een feestje bij het bergklimcentrum. Joehoe! Kijk, dat noem ik nog eens een verrassing. En kijk eens wat ik achter in de kast vond. Mijn allereerste pioniersrugzak. Het lijkt wel een rugzak uit een museum. Hij ziet eruit alsof hij uit een vuilnisbak komt. Norbert. Goed, wie van jullie jonkies wil mijn verrekijker dragen? Oh, ik ben gek op verrekijkers. Hij is een beetje zwaar in mijn rugzak. Wow! Gaan we het wandelpad volgen, Gerrit? Dat zal niet nodig zijn, Mandy. Ik ga jullie meenemen over een oude sluiproute van de pioniers. Kom maar mee, pioniers. Oh, hey jongens. Luister, ik moet nog wat extra spulletjes naar het feestje brengen. Dus er is nog maar één plekje in de helikopter. Dat betekent dat de ander naar boven moet met de Piekenpolder Express. Is dat een probleem? Ja, omdat Gerrit uit wandelen is, bestuurt Mark Voet de trein dus vandaag. Laat het stoppen! Ah, ik snap het. Nou, jullie zullen samen moeten besluiten wie er meegaat in de helikopter. Volgens mij kunnen we dit beter op de ouderwetse manier beslissen. Oké. Au, 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 au. Wil iemand anders misschien de verrekijker even dragen? Dat is echt heel leuk. Nee. Nee, dank je, Norbert. Au. Au. Daarheen. Gerrit, dat lijkt me niet de beste weg om te nemen. Misschien moeten we toch het wandelpad nemen? Geen zorgen, Mandy. Ik ken deze bossen als mijn eigen broekzak. Hier moeten we heen. Nou, oké. Dat zal dan wel. Goed, ik heb cake, ballonnen en vlaggetjes. Schiet op, jongens, anders gaan jullie beiden met de trein. Het is jouw beurt, Sam. Mag ik van jou... Slimpie de slang? Nee. Ik begin ongerust te worden. De pioniers hadden hier al lang moeten zijn. Heb je op het wandelpad gekeken of ze in orde zijn? Goed idee, dat ga ik meteen doen. We zijn er bijna. Voor jullie het door hebben, zitten we aan een tafel met cake en een frisdrank. Volgens mij zijn we een beetje verdwaald. Ik kan ze niet vinden. Ik bel de politie opnieuw. We staan gelijk, dus we weten nog steeds niet wie met de helikopter mag. Oh. De pioniers zijn verdwaald in de bossen. We moeten een zoek- en reddingsactie uitzetten. De pioniers zijn verdwaald in de bossen. We moeten een zoek- en reddingsactie uitzetten. Venus en Hydrus zijn niet geschikt om door de bossen heen te komen. En te voet is het te ver. Dus hoe komen we waar we moeten zoeken voor het donker wordt? Tja, ik weet wel een manier. Dit is niet echt de vlucht met de helikopter waar ik op gehoopt had. Geen zorgen, jongens.
Ik zal rustig en beheerst vliegen. Begrepen, hoofdagent. We roepen wel als het ons te wild wordt. Geen zorgen, jongens. Ik hoef alleen maar in de hoogste boom te klimmen en dan kan ik precies zien waar we zijn. Sorry hoor, Norbert, maar ik heb te werken. Daar gaat hij dan. We zijn er, hoofdagent de Ruiter. Begrepen, Sam. Ik ben jullie ogen van boven en jullie zoeken op de grond. Doe voorzichtig, opa! Geen zorgen. Een oude pionier verliest nooit zijn... We komen in de buurt. Opa! Dat is de stem van Sarah. Hoera! Hey, waar is Gerrit? Gerrit, alles in orde? Ik zit wel een beetje in de knel hier, Sam. Kalm blijven, ik kom je halen. We zijn bij Gerrit en de kinderen. Maar we hebben ondersteuning van de helikopter nodig. Begrepen. Hij kan omhoog. Wil je een lift, Gerrit? Als dat zou kunnen, Sam. Joehoe! Geplet. Ik had die oude sluiproute ook nooit moeten nemen. Dat denk ik ook niet, Gerrit. En je moet ook altijd iemand laten weten waar je naartoe gaat als je gaat wandelen. Zonder radar en Shadow hadden we je misschien nooit gevonden. Het spijt me, Sam. En het spijt me, pioniers. We zullen het feestje nu wel missen. En dat is allemaal mijn schuld. Hey, Gerrit. Volgens mij is je oude sluiproute van de pioniers zo slecht nog niet. Oh, nee? Het bergklimcentrum ligt net achter deze bomen. Hoera! Goed gedaan, Gerrit. Denk je dat je de pioniers nu vaker zult meenemen op een wandeling? Dat denk ik wel, Sam. Zolang ik Norbert maar heb om mijn verrekijker te dragen. Wow! Ik haat deze verrekijker. Vonk in de lucht. Hallo, Piekepolder. Dit is Sarah Jansen en ik doe verslag voor de Piekepolder Planet. We zijn vandaag bij de vuurtoren omdat Hanna Vonk met hulp van haar vader... Hallo, Piekepolder. Een geweldige ballonvlucht zal gaan maken van hier... naar de ruïnes bij Piekepollenpiek. Oh, zo te zien gaan ze al bijna opstijgen. Die knoop wil niet loskomen. Oh, dit is zo suf. Schiet nou op, Dab. Nou. Dab. Oh, nee. Oh, jee, oh, jee, oh, jee. Geen zorgen, hoor. Ik heb alles onder controle. Ze is er. Ja, commandant. Zijn we er klaar voor? Oh, ja. En even van de ene leidinggevende tot de andere. Ik vind dat ik degene ben die hoofdagent de Ruiter moet rondleiden. Ik beschik namelijk over verrassend diepgaande maritieme kennis, weet je? Oeh, kijk, die helikopter draagt sokken.
Ze heeft er drijvers op gedaan, zodat ze ook kan landen op het water. Oh, ja, dat wist ik wel. Ik wist alleen niet of jij het wist, Sam. Goedemiddag, heren. Wat fijn dat jullie mij vandaag willen rondleiden door het Maritiem Reddingscentrum. Ik kan niet wachten om te zien of onze politiehelikopter aansluit bij het nieuwe reddingsteam. Die zal vast een waardevolle toevoeging zijn, hoofdagent de Ruiter. Oh, ja. Om te beginnen laat ik u wat zien van onze basisuitrusting. Eerst de simpele reddingsboei. Oh! Heb ik meteen de kans om te demonstreren wat er gebeurt als iemand met zijn voet vast zit in een zwemvlies? Sam, misschien kun jij hoofdagent de Ruiter het panoramadek laten zien. Nee? Natuurlijk, commandant. Gaat u mee? Ik kom er zo aan! En rust. Mayday! Oh. Laat ik de rest van het team maar oproepen. Ja. Gelukkig! Nee, het gaat goed. Ik wacht wel met bellen. Pap, dat was echt ontzettend gênant. Niet meer over inzitten, Hanna. We zijn weg. We verdwijnen in de wolken. De wijdse blauwe wereld. We bewegen niet. En waarom bewegen we niet? Er staat geen wind. Oké. Aha, goed. Tijd voor plan B. Toe roep geen aanschouw. Aanschouw! Ons eigen voortstuwingssysteem. De Jan Jet 2000. Oh, nee. Niet weer een uitvinding. Oh, dit is de allersaaiste ballonvlucht aller tijden. Bij nader inzien, zullen we Norbert Bukkes laten zien hoe niet saai deze ballonvlucht is? Uitstekend. We beginnen rustig. Nee, pap. We zetten hem meteen voluit. Laat ik het reddingsteam dan toch maar bellen. Dit is ons uitkijkplatform. Hoe dan ook, vanaf hier kan dankzij onze scherpe blik en vakkundige observatie niets ons meer ontgaan. Ja? Wij houden alles scherp in de gaten. Vanaf het allerkleinste bootje tot... Ja, hoofdagent de Ruiter. Achter u? Oh, inderdaad. Jan en Hanna vliegen boven zee in een ballon met een raketmotor. Jan en Hanna vliegen boven zee in een ballon met een raketmotor. En de Ruiter, kunt u zien wat ze zijn? Nee, Sam. Daarvoor vlogen ze te hard. Ik vlieg over het water en doorzoek de omgeving. Ik zal je ondersteunen met de Wallaby 2. Hoofd en de Ruiter, u zoekt richting het zuiden. En Tom, jij richting het noorden. Begrepen, brandweercommandant Staal. Verlaat de ballon! Oh.
Ik heb ze in zicht. Ik stuur nu de coördinaten. Ik ga dalen. Hou je hier aan vast. Ben, ga jij snel naar Piekepolder Eiland? Anders hebben we straks met een grote brand te maken. Ik ben onderweg. Maar ik heb niemand om het waterkanon te bedienen. Daar weet ik wel iemand voor. Ik heb de beste brandweervrouw voor die taak. Het was op het nippertje. Het spijt me heel erg, Jenny. Ik heb de brander meteen op maximaal gezet. Dit is allemaal mijn schuld. Nou, Hannah, het is beter om niet te spelen met de uitvindingen van een volwassene. En zeker niet eentje van jouw vader. Ja, Nou, het lijkt me nu wel duidelijk dat jouw politiehelikopter een perfecte aanvulling is op ons team. Weet je, en zo voelt het ook zeker, Sam. Wat? Ga uit, flodderige flutflipper! Gaat het, commandant? Ja, momentje. Het gaat, het gaat. Ik ben zo benieuwd wat we vandaag gaan doen. Op een drafje. Oh, hey daar, avonturiers. Welkom bij het geweldige natuuravontuur van Max. Wat is er precies avontuurlijk aan een lijstje met beestjes, steentjes en planten? Ja, waarvoor is dit eigenlijk? Ik zie geen regels of instructies. Jullie moeten een foto maken van elk item op deze lijst. Als dat jullie lukt, komen jullie op de Wall of Fame. Ik zou daar ook bij moeten hangen voor de langste wandeling. Maar ik moet mijn foto nog nemen. Oh, wauw. Ik wil zo graag dat mijn foto daar ook hangt. Maar Mandy, het piekepollenviooltje staat op de lijst. En dat is een van de zeldzaamste bloemen die er bestaat. Die ga je dus nooit vinden. Oh, echt wel? Ik vind dat viooltje en al het andere op de lijst. En dan kom ik ook op de Wall of Fame. Goedemorgen, hoofdagent de Ruiter. Goedemorgen, hoofdagent de Ruiter. Sam, Elvis, welkom bij paardentraining. Vandaag gaan jullie trainen met mijn politiepaard, Kilo. Oeh, hij blijft maar naar me staren, Sam. Rustig maar, Elvis. Hij is eigenlijk heel vriend... Oké, we hebben dus een vlinder, rots, boombast, gras en een mier. Nog maar 10 dingen op de lijst. Dit is geweldig. Ik heb echt bijna alles al. Ik moet alleen het piekepolderviooltje nog. Maar hier zul je het piekepolderviooltje niet vinden. Die groeien alleen op rotswanden. En hier zijn alleen maar bomen en gras. Nou, dan moet ik gewoon iets verder opzoeken. Snel, we volgen haar. Ze is heel erg goed in dingen vinden. Dit gaat er geweldig uitzien op de Wall of Fame. Hey jongens, ga niet te ver. Komt goed. Je hebt misschien al het andere op de lijst gevonden, Mandy. Maar dat viooltje ga je nooit vinden. Oh nee, let maar eens op. Als je een paard begeleidt in een noodsituatie, hou je de teugels losjes vast en zeg je, ga maar. Probeer maar eens. Ik? Goed. Oké, ga maar.
Oh, kijk mij eens, Sam. Het lukt me. Kilo, ho. Goed, Sam. Nu jij. Goed. Daar gaat hij dan. Kom maar. Sam, volgens mij vindt hij je niet aardig. Van Max mochten we niet te ver weg. Misschien moeten we nu maar terug. Ha, daar sta je dan met je grote mond. Ik zie hier helemaal geen viooltjes. Ha, daarboven, kijk. Er groeien groene blaadjes daar op die rots en volgens mij zie ik ook een beetje paars. Nu weet ik wel zeker dat ik op de Wall of Fame kom. Maar als Mandy een foto maakt van dat viooltje, dan ik ook. Ik ook? Oh, dat is het tegenovergestelde van teruggaan. Ik moet alleen nog ietsjes dichterbij komen. Oh, kijk uit! Niet meer bewegen! Ja, haal Max! Ik zei toch dat we terug moesten gaan? Zo. Hoho. En hij hangt. En hij ligt weer. Mandy, Norbert en Sarah vast op een rotsenvaller. Help nodig. Oh, nee. Ik bel snel het reddingsteam. Mandy, Norbert en Sarah zitten vast op een instortende heuvel vlakbij het bergklimcentrum. Mandy, Norbert en Sarah zitten vast op een instortende heuvel vlakbij het bergklimcentrum. Ik heb ondersteuning nodig, Sam. Ik pik je op met Hydrus. Ik zie jullie daar. Blijf rustig en zit stil, jongens. We komen eraan. Oké, Sarah. Ik zet mijn touw eventjes goed vast. Ja. En nu maak ik het touw vast aan jou. Oké, Norbert. Het touw zit goed vast. Ik laat je langzaam zakken. Ben je klaar? Mandy, het gat is te groot. Ik verzin iets anders om bij je te komen. Wacht even, Sam. We komen eraan. Kilo, ho! Kom op, Kilo. We proberen het zo. Goed, Mandy. Ik kom naar je toe. Klaar, hoofdagent Ruiter. Kilo, achteruit. Bedankt, hoofdagent Ruiter. En ook jij bedankt, Kilo. Het spijt me. Ik wilde het piekenpolderviooltje vinden. Ik had niet zo ver moeten gaan. Ik
zijn nog zo dat we terug moesten gaan, oom Sam. Oh, maar dat geloof ik best, Jaap. En Mandy, je mag nooit zomaar gaan klimmen zonder de juiste uitrusting en begeleiding. Het spijt me. Het is mijn schuld, brandweerman Sam. Ik had beter op moeten letten. Maar ik was te druk bezig met mijn foto over op de Wall of Fame. Zie je wel dat je niet alles op de lijst hebt, Mandy? Maar eigenlijk wel, Norbert. Ik zag het piekepolderviooltje toen ik werd gered door Sam en Kilo. Kijk eens aan. Dan maken we een foto van jou voor op de muur. Yes! Maar die foto was me nooit gelukt zonder jou en Kilo, brandweerman Sam. Misschien willen jullie er ook op? Oh, ik wist meteen al dat we vriendjes zouden worden. Wie wil er gered worden? Zo, één opgeblazen paddleboard klaar om te gaan. Yay! Wie wil er eerst? Ik! Ik! Volgens mij was Sarah het eerst. Ja! Goed zo, Sarah. En nu ga je rustig staan. Goed gedaan, Sarah. Blijf doorgaan. Dit is echt superleuk. Gaaf. Maar als het zo leuk is, laat mij dan ook. Ja, nog één minuutje. Of misschien ietsjes langer. Ben je dan nog bezig? Ondertussen is het toch wel mijn beurt. Oké. Kom maar terug, Sarah. Ja, eindelijk. Oh, maak je geen zorgen, Jaap. Jij mag het proberen na de lunch. Lunch? Moet ik wachten tot na de lunch? Nou, Norbert, zo te zien ben je de enige voor de rondleiding in het Maritiem Reddingscentrum. Wow, mijn eigen rondleiding. Geweldig. Ik ga ook mee. Wat? Ja, Norbert. Jouw mama zei dat je de rondleiding ging doen en ze dacht dat je je lievelingsneefje wel mee wilde nemen. Mijn lievelingsneefje is hier niet. Ze bedoelde mij, Norbert. Dat weet je. Nu is het zelfs nog specialer, hè, Norbert? Dit is vast niet zo leuk als de rondleiding door het nieuwe piratenmuseum. Ja, zou je niet nog een broodje willen? Nee, dank je, pap. Ik ga even kijken of het paddleboard niet is weggedreven. Ja! Wat doe jij nou weer? Sarah, jullie me schrikken. Ik snap het al. Jij wil gewoon nog een keer. Wat? Nee, nee, ik meen het. Stop! Ja! Wat zei je, Sarah? Ik kan je niet horen. Daarvoor ben ik al te ver weg met paddelen. Voor zo'n grote, krachtige boot gaat de besturing van Titaan best wel licht. Dus je hoeft niet supersterk te zijn voor een bocht. Wow! Stel je voor dat je Titaan mag besturen, Dirk. Meh. Oeh! Mag ik op dit knopje drukken? Nee, niet aankomen. Mag ik op het waterkanon? Je mag niet op het waterkanon. Mag de motor dan aan en dat ik een stukje vaar? Absoluut niet. Dit was toch een speciale rondleiding? Toen ik laatst bij het nieuwe piratenmuseum was, mocht ik echt alles doen wat ik wilde. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, stop! Paddleboard is geweldig! Ik ben er echt heel goed in. Nou, dat klopt ook wel, maar paddel terug voordat pap erachter komt, anders heb je een probleem. Nee, ik... Oh, misschien ook wel. Oké, Sarah, ik ga me omdraaien. Waarom wil dit ding niet draaien? Hij wil niet draaien! Ik hoorde gegil. Wat is Jaap aan het doen? Jaap! Pap, de stroming is te sterk. Ik kan niet op.
kunnen niet achter hem aan. Het is allemaal moeras vanaf hier. Laten we maar om hulp vragen. Jaap Jansen wordt met zijn paddleboard door de stroming meegevoerd. Laatst gezien drijvend richting de zee. Jaap Jansen wordt met zijn paddleboard door de stroming meegevoerd. Laatst gezien drijvend richting de zee. Kom op, Jenny. Kom maar, jongens. Loop maar mee. Dan kunnen jullie het team in actie zien. Vanaf hier kunnen jullie alles supergoed zien. Dit is vast niet zo gaaf als het nieuwe Pirahoe. Oké. Dat zag er eigenlijk wel stoer uit. Oh, wow! Nemen ze Titaan ook mee? Dit is geweldig! Oh, ook nog de politiehelikopter! Dit is de gaafste rondleiding ooit! Paddleboard loopt leeg, lijkt wel. Niet zeker. Gehaald. Maar nu ben ik gestrand. Op een onbewoond eiland. Hier ben ik! Hallo! Ik ben hier! Oh, sorry, vogel. Ik zei toch sorry? Ik snap het. Je beschermt je nestje. Geen zorgen, ik blijf wel aan deze kant. Maar ik moet het reddingsteam toch echt laten weten waar ik ben. Maar hoe? Wacht eens eventjes. Oké, verspreiden allemaal. We moeten in een breed gebied zoeken. Hier zie ik hem niet, Jenny. Ook niet vanaf hier. Het is ook zo'n groot gebied. Wacht even. Ik zie daar iets. Wat ziet u, hoofdige de ruiter? Gevonden. Het is Jaap. Maar ik kan niet landen om hem te redden. Het is broedseizoen en ik wil de vogels niet wegjagen. Sam, wil jij gaan? Neptunus kan daar denk ik ook niet bij. Begrepen, Jenny. Juno is hiervoor gemaakt. Voorzichtig, oom Sam. Er zit hier een hele chagrijnige vogel. Rustig maar, Jaap. We laten er gewoon lekker met rust. Dan heeft ze het eiland weer helemaal voor zichzelf. Hou je goed vast, Jaap. Het spijt me dat ik alleen het water op ben gegaan, oom Sam. Je moet altijd extra voorzichtig zijn als je bij of op het water bent, Jaap. En zorg dat er altijd een volwassene in de buurt is. Nou, ik heb al genoeg een paddleboard, denk ik. Jij mag er zo lang op als je maar wilt, hoor, Sarah. Bedankt, Jaap. Wacht, is dat het paddleboard? Misschien. Jaap? Hé, Jaap, raad eens. Wij kregen een rondleiding door het Maritiem Reddingscentrum. En we hebben het hele team in actie gezien. Dat klinkt geweldig. Maar ik heb op Juno gezeten. Wat? Maar dat is niet eerlijk. Dat kan helemaal niet in het nieuwe Piratenmuseum. Beest van Piekepolderberg. Het was een donkere, stormachtige nacht.
toen Max rovers voor het eerst het mysterieuze geluid uit het bos hoorde komen. Het was het geluid van een wezen dat hij nooit eerder had gehoord. Oh. Hij wist dat er maar twee mensen waren die dit mysterie konden oplossen. Agent Buck en agent Vonk. Ook wel bekend van de Hoezo-zaken. Dus, je hoorde het geluid vlakbij de Pikkepolderberg. Het klonk als een groot wezen, mogelijk harig. Oh ja, het klonk echt heel erg harig. En geloof me, ik weet hoe harig klinkt. Dit kan maar één wezen zijn. Het legendarische beest van Pikkepolderberg. Sorry, dat is mijn nieuwe ringtoon. Hallo? Nee, mam. Ik wil helemaal geen worstjes vanmiddag. Ik ben bezig met een zeer belangrijk onderzoek. Hoe dan ook. Nu moeten we alleen dat geluid zien te vinden en het volgen. En dan ontrafelen wij het mysterieuze mysterie. Sorry. Wat doen jullie hier alweer op dit uur? Wij zijn met een hoezo-zaakonderzoek bezig. Een wat-hoe-wat-hoe-zaak? De hoezo-zaken. Wij gaan de bossen in om het mysterie van het beest van Pikkepolderberg te ontrafelen. Oh, natuurlijk. Maar het wordt al gauw donker. We hebben zaklampen. Moet een van ons anders meegaan? Ik bedoel, voor het geval dat? Ja, vorige keer heb ik geholpen om de zaak op te lossen. Ellen, waarom ga jij niet mee? Oké dan. Ik hou wel van een mysterie. Wacht op mij! Heeft iemand al iets gehoord? Oh, misschien staat dat walvissenlied een beetje te hard. Goed. Sluit je ogen en voel het zachte briesje. Word één met het lied van de walvis. En geniet van de geur van de zeewierkaarsen. Eeuw. Oh, mevrouw Chen. Wat was dat? Nou, het klonk niet als een walvis. Volgens mij zit er iets in de bosjes. Maar wat het dan ook is, het gaat onze walvisliedretraite mooi niet verpesten. Kom op, Brenda. We gaan even kijken. Dat is het. Dat is het geluid. Auw! Pas op mijn zaklamp! Ah! Norbert, wil je niet steeds op takken gaan staan? Strakjes heb je het beest nog weggejaagd. Oh, dat zou heel fijn zijn. Wat is dat? Het komt daar vandaan, Norbert. Weet je het zeker? Ik vond het meer daar vandaan komen. Oké. Waarom vragen we gewoon niet hardop of er iemand is? Oh, je roept toch nooit wie is daar als je een mysterieus mysterie onderzoekt. Toch wel soms, Ellen? Als dit soort dingen gebeuren, is er maar één ding wat je kan doen. Wegrennen? Nee, opsplitsen. Agent Buck, jij gaat daarheen, ik ga hierheen. Begrepen, agent Vonk. Wacht, niet wegrennen. Oh, dit gaat lekker. Mag ik bij jou blijven, Ellen? Maar jij was toch zo'n wilde man uit de Canadese wildernis, Max? Een puma vind ik prima. Of een grizzlybeer. Maar iedereen weet dat Pikkepolder berucht is om zijn vuurspuwende draken. Het is oké, Max. Er zijn hier geen draken in de buurt. Maar er is wel iets vreemds aan de hand. Oh! Au!
Oh! Alle grizzlyberen. Brand! Brand? Ik zei toch dat er een draak was? Dat was helemaal geen draak. Zij lieten hun kaars vallen. Goed, blijf bij elkaar allemaal. Laat ik de kazerne maar bellen. Het beest van Tieke Polderberg liet een zeewierkaars vallen en daardoor is een bosbrand ontstaan. Het beest van Tieke Polderberg liet een zeewierkaars vallen en daardoor is een bosbrand ontstaan. Oh, die zag ik niet aankomen. Zo te horen moeten we weer terug. Afstand houden. Ellen, Jenny, pakken jullie een blustank? Begrepen, Sam. Begrepen, Sam. Achteruit allemaal. Hier komt één hele grote emmer water. Dat is echt een grote emmer, zeg. Het spijt me. Ik ben bang dat de brand door onze zeewierkaarsen is ontstaan. Weet ik, Brenda. Dat heeft Norbert al verteld. En een bos is geen goede plek voor kaarsen. Ik beloof dat als wij nou nog eens een walvissenlietretraite doen, we lampen op batterijen zullen gebruiken. Oh, ik weet niet of ik nog wel zo'n zin heb in nog een walvislietretraite. Dit was misschien wel een van de meest onontspannen ervaringen die ik ooit heb gehad. Nou, agent Puk, zo te horen hebben we het mysterie van het beest van Piekepolderberg opgelost. Zeg dat wel, agent Vonk, en uiteindelijk bleek het een walvis. Een griezelig ritje. Luister nou even. Dit zou niet een gewoon saai paard en wagenritje moeten zijn. Jullie moeten een eng griezelritje maken. Die heb ik gezien op het internet en die zijn geweldig. Doe niet zo belachelijk, Norbert. Het is overdag. En griezelritjes doe je met Halloween. Niet midden in de zomer. Hoi, meiden. Zal ik jullie komen helpen met de paard- en wagenrit? Oh ja, graag, mama. We wachten alleen nog op de eerste klant. Hey, Mark. Heb je zin in een ritje? Oeh, een ritje en een worstenbroodje. Mijn dag gaat nou echt in mijn stuk. Oké, Hanna, je weet wat je moet doen. Ik hou je alleen in de gaten vanaf achterin. Weet je echt zeker dat je geen griezelritje wilt doen? Oh, hou je mond, Norbert. Kom op, prins. Goed zo, Hanna. Hou de teugels maar lichtjes vast. Ah, griezelritjes zijn echt niet alleen voor Halloween. En ik zal dat bewijzen. Je vindt je nieuwe plek voor in Jupiter vast geweldig, Radar. Oh.
Oh nee, ik kan die stoelklemmen nergens vinden. Nou ja, Radar, misschien werkt je nieuwe plek ook wel zonder. Bij nader inzien zijn die klemmen misschien toch wel handig. Wat is dat hier met al die herrie? Elvis, ik dacht dat je bij het festival was. Dat was ook de bedoeling, Jenny. Maar ik loop tegen wat dingetjes aan. Ja, dat zie ik, Elvis. Volgens mij kun jij wel wat hulp gebruiken. Oh, dank je, Jenny. Nou, ik moet zeggen, team. De brandweerinformatietent ziet er goed uit. We missen aan... Waar is Radar? Sorry, wat zeg je? Ik wil Radar aaien. Ja, Lily, kijk, het spijt me, maar Radar is er nog niet. Waar is hij? Hij is mijn lievelingshond. Nee. Nou, niet gaan huilen. Rustig maar, Lily. Ik weet het. Zal ik jou eens precies vertellen waarom we Dalmatiërs hebben op de brandweerkazerne? Kijk, dat is ook interessant, of niet, Lily? Kijk, Dalmatiërs kunnen het erg goed vinden met paarden. En lang geleden, toen brandweerwagens werden getrokken door paarden, hadden brandweermannen altijd een Dalmatiër, net als Radar. En die renden dan heel hard mee, zee aan zee met het paard, om de weg vrij te maken en het te beschermen. Ik wil Radar aaien. Oh, ja, yeah. Ach ja. Oh, shush. Ik maak van die super saaie wagenrit het meest spannende en griezelige ritje aller tijden. Want ik spring zo tevoorschijn als het spook van... Piekepolderpiek. Sleutel. Stoelklemmen. Oh, bedankt dat je even kon helpen met... wat hebben we nou net gedaan, Jenny? De plek voor Radar gemaakt. En we hebben nog een extraatje toegevoegd aan Jupiter. Spring maar in de wagen en druk op het knopje. Oeh. Zie je wel, Elvis? Als je Jupiter nu ooit moet repareren terwijl je onderweg bent... heb je je gereedschapskist bij je. Oeh, dat was slim van ons, of niet, Jenny? Dat klopt, Elvis. Zeker weten. Je doet het heel erg goed, Hanna. Bedankt, mam. Oeh, ik zit te genieten. Een heerlijk rustig ritje. Ik ben het enge griezelige spook van Piekepolderpiek. Weet je, zo eng ben je nou ook weer niet, Norbert. Ik vroeg het net nog aan mijn broodje. Zo maak je het ritje niet griezeliger, Norbert. Je maakt het alleen vreemd. Wacht eens eventjes. Is dat niet de hoed van je tante Floortje? Heus niet. Het is een piratenhoed. Hanna? Mam! Mijn broodje is gevallen! Oepsie. Laten we het reddingsteam maar bellen. Het spook van Piekepolderpiek liet een paard slikken. En dat is nu op hol geslagen met de kar en met passagiers aan boord. Het spook van Piekepolderpiek liet een paard schrikken en dat is nu op hol geslagen met de kar en met passagiers aan boord. Oh, dat is ook voor het eerst. We zetten jou even vast op je nieuwe plek, Radar. Geen sirene vandaag, Elvis. We willen het paard niet nog banger maken. Sam, Leni, we hebben ondersteuning nodig. Begrepen, Elvis. Ik kom er zo snel mogelijk aan.
Ik ben onderweg. Rustig aan, prins. Rustig aan. Oh, 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 oh. Het is paardentaal verstopt. Jenny, hoe gaan we ze nu redden zonder dat paard nog banger te maken? Weet ik niet, Elvis. Wat is er, Radar? Volgens mij wil die uitstappen. Radar! Hopelijk maakt hij het paard niet bang. Geen zorgen, Jenny. Die twee kennen elkaar al van kleins af aan. Radar maakt Prins niet bang. Oh-oh. Ah, sorry! Ah, hij doet wat brandweerhonden vroeger allemaal deden. Die beschermden de paarden. Hij heeft hem ingehaald en remt hem nu af. Jenny? Ja, Radar heeft ons gered. Het spijt me, Leni. Ik wilde het paard niet laten schrikken. Dat is oké, Norbert. Dat weet ik ook wel. En gelukkig is iedereen in orde. Maar wees voorzichtig in de buurt van paarden. Ze zijn groot en sterk, maar ze schrikken ook heel erg makkelijk. Dus dit wordt toch geen griezelrit? Oeh, maar mag ik anders een gewoon ritje maken, alsjeblieft? Ah, oké dan, Norbert. Yes! Wow! Oef. Volgens mij vindt dat paard mij niet meer zo aardig. Oh, kijk, een broodje.